Als je vandaag de dag aan iemand door heel Nederland zou vragen waar het Gooi bekend om staat, dan hoor je meestal maar één ding. Rijke mensen. En dat is niet zo raar, want in Bussum en Laren zitten superveel villa's. Blaricum is het rijkste dorp van Nederland. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? De 17e eeuw stond wel bekend als de Gouden Eeuw, want Nederland maakte daar een heleboel progressie op het gebied van economie. En in Amsterdam was dat ook het geval. In Amsterdam waren er een heleboel rijke mensen. En die hielden meestal niet zo heel erg van Amsterdam, want Amsterdam stonk. De riolering daar was echt niet goed. Hierdoor kwamen die rijke Amsterdammers altijd graag naar het Gooi toe op vakantie om daaraan te ontsnappen. Maar dat veranderde 100 jaar later, want toen kwam de industriële revolutie en zo begon dus de aanleg van een spoorlijn. In 1874 werd er door de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, de IJssen, een Oosterspoorweg aangelegd. Deze loopt van Amsterdam naar Zutphen en daartussen lag het Gooi. Vanaf dat moment hadden plaatsen zoals Naarden, Bussum en Hilversum ineens een spoorverbinding met Amsterdam. Hierdoor konden rijke stedelingen permanent wonen in het Gooi, maar nog steeds werken in Amsterdam. De dorpjes groeiden uit tot grote woonplaatsen. Het dorpje Bussum bijvoorbeeld, dat was eerst een gebied van ongeveer 1200 man. Maar ja, 45 jaar later was het ongeveer 15 keer zoveel gegroeid. Er wonen toen 19.000 mensen. Drie Gooise plaatsen hadden nu een makkelijker verbinding met Amsterdam. Maar de rest van het Gooi, bijvoorbeeld Laren, Blaricum en Huizen, nou ja, die waren nog steeds heel erg lastig te bereiken, want die hadden geen treinspoor. Daar waren ze niet zo erg blij mee. En 20-jarige ondernemer Jan Handorf ook niet. Hij vond dat er een verbinding moest komen tussen de grote steden en de kleine plaatsen. En ja, wat Jan voorspelde, dat gebeurde ook. Want Jan was een van de initiatiefnemers van de Gooise stoomtram. De eerste tramlijn tussen Amsterdam, Muidenberg, Muiden, Naarden en Laren werd gebouwd tussen 1881 en 1882. Deze tramlijn zou alle steden in het Gooi verbinden met Amsterdam. En wat Jan Handorf had voorspeld, werd waar. De Gooise stoomtram werd vooral in de beginjaren een heel groot succes. De kleinere plaatsen die werden veel aantrekkelijker om in te wonen, omdat ze nu ineens bereikbaar waren. Maar je zou nu merken dat als je het Gooi rond wilt, dat je dan de bus moet nemen. Want er is geen tram. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Ik ben René van den Broeke en ik ben de directeur van het museum Stoomtram Hoorn-Medemblik. En een van de locomotieven die wij hebben in de collectie is locomotief 18. Het is een hele bijzondere stoomlocomotief, want in tegenstelling tot de meeste stoomlocomotieven is de plek waar de stoker en de machinist werkten niet aan de achterkant van de locomotief gemaakt. En de machinist en de stoker die staan eigenlijk aan de zijkant van de locomotief en bedienen hem aan deze kant. Hier zitten de hendels om de locomotief mee te bedienen. En hier zit het stookgat waarin kolen naar binnen worden geschept om de locomotief voldoende stoom te laten maken. Aan het eind van de 19e eeuw werden in Nederland overal stoomtramlijnen aangelegd langs de berm van bestaande wegen. En om te voorkomen dat paarden gingen schrikken die daar liepen, werden de locomotieven net zo gemaakt qua vorm als de rijtuigen die ze trokken. Dus vandaar dat die er ook zo uitziet. Er werden veel ongelukken gemaakt met deze tram. Maar dat had veel te maken met het feit dat die stoomtram in de berm van bestaande wegen liep. En veel voetgangers en paarden ook gebruik maakten van die weg. En vandaar dat hij de bijnaam Gooise moordenaar kreeg. Niet helemaal terecht, want veel vaker werden die ongelukken veroorzaakt door de medeweggebruikers. Maar goed, er waren vaak aanrijdingen. In het geval van de Gooise tram zelfs meer dan 100 door zijn hele geschiedenis heen. En vandaar dat hij aan die beruchte bijnaam kwam. En in latere jaren, toen kwam het eigen vervoer op. Fietsen, vrachtauto's, maar ook particulier vervoer, bussen en dergelijke. En daarmee was je veel flexibeler dan dat je ooit met een stoomtram zou kunnen zijn. Dus vandaar dat die stoomtram eigenlijk al aan het eind van de jaren 1910 een beetje over zijn hoogtepunt heen was. Alle stoomlocomotieven die wij in de collectie hebben, alle rijtuigen, zijn in principe dienstvaardig. Dus van de zomer dan zal die regelmatig weer te zien zijn tussen Hoorn en Medemblik.
Maar na 1947 is het eindelijk toch voorbij voor de Gooise stoomtram. En ook de tramsporen worden volledig opgedoekt. De trein die bleef daarentegen wel. En de rijke mensen ook. Dus dat is een van de redenen waarom het Gooi het rijkste gebied is van Nederland. Maar nou moet je me even excuseren, want mijn trein vertrekt over 30 seconden, dus ik moet gaan.